Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat we Limburgse premier krijgen. Dat zou kunnen, ja. Ja, maar ik hoop het niet. Nee, nee. Wilders komt uit Limburg, hè? Oh, ja. Ja, die zou wel een premier mogen worden. Hij komt uit Venlo. Oké. Ja. Ja, weet ik veel. Je wist niet dat hij in Limburg komt? Nee, weet ik echt niet. Je Sielgus. Nee. Omtzigt. Ik heb de stellige voorkeur om fractievoorzitter te worden. Timmermans. We zijn zo dichtbij. En Wilders. Extreem. Het is tijd voor een opmerking. Als we de laatste peilingen moeten geloven, dan zijn dit de vier kandidaten die kans maken om de opvolger te worden van Mark Rutte. Precies wat u zegt. Opvallend feitje. Ja. Twee van de vier lijsttrekkers komen uit Limburg. Anne. Oh, Anne. Timmermans komt uit Maastricht en Wilders komt uit Venlo. Och, zo. Vandaar de vraag, krijgen we voor het eerst sinds 1966 weer een Limburgse premier? Gaat u stemmen? Ja. Jazeker. Jazeker. Ja, tuurlijk. Ja. Dat doen we niet dan mee. U gaat niet stemmen? Nee. Ik ga stemmen, ik moet al even mijn stempas zoeken, maar dat komt wel goed. Mag ik vragen waarom? Omdat de hele politiek niet deugt. Je gaat zelf ook stemmen? Ja, uiteraard. Ja, waarvoor ga jij stemmen? Als journalist mag ik dat niet zeggen. Oh ja. Ja, tuurlijk, dat snap ik. Heb je al enig idee op wie? Ja. Dat is een hele stellige ja. Wie dan? De PVV. Ik ben een beetje aan het twijfelen over FVD. Waarschijnlijk PVV. Ook de PVV. PVV. En GroenLinks en PvdA. Denk Geert Wilders al. Okay. Ja. De PVV. Ja. Het is gewoon een strategische stem. Ik heb nog nooit PvdA of GroenLinks gestemd. Ja. Maar deze keer wel. Twee van de vier komen toevallig uit Limburg. Wie is die andere Limburger? Dat zou ik niet weten. Nee. Timmermans. Oké. Het zou zomaar kunnen zijn dat we voor het eerst sinds 1966 weer een Limburgse premier krijgen. Ja, laten we het hopen. Dat zou kunnen, ja. Ja, maar ik hoop het niet. Nee. Wilders komt uit Limburg, hè? Oh, ja. Die zou wel een premier mogen worden. Hij komt uit Venlo. Oké. Ja. Ja, weet ik veel. Je wist niet dat hij in Limburg komt? Nee, weet ik echt niet. Maar u voelt zich dan ook meer vertegenwoordigd als de premier Limburgs is? Toch wel. Ja? Toch wel, ja. Bent u niet bang dat u dan straks verplicht Limburgs moet gaan praten? Nee. Ja, dan ben je als Limburger voel je je wel een beetje vereerd, zeg maar. Om het even zo te zeggen. Hoe groot acht u de kans dat GroenLinks PvdA de grootste gaat worden? Nee. Ik denk niet dat hij echt de grootste gaat worden. Ik ben niet zo politiek onderlegd, maar wat ik begrijp, wil niemand met hem samenwerken. Wordt het heel lastig voor met andere partijen wat te vormen. Ik denk dat wegens veel mensen toch wel heel veel op de PvdA blijven stemmen en zo. Omdat ja, oud en vertrouwd weet je wel. Dus ik denk dat hun gaan winnen. Ja. Maar ik hoop het van niet. Wie dan? Ik vrees, en dat zeg ik echt, ik vrees Geert Wilders. Ja. Het gaat een spannende dag worden morgen. Ja, en hopelijk kan ik het vieren met een stuk fly. Dus dat moet wel goed komen.